En Marieke, hoeveel kilometer heb je gelopen? 20. En waarom de 20? Mijn vader wou eigenlijk 2 jaar geleden de 40, want die is heel fanatiek, dus die wilde gelijk het meeste. En ik zei, nou, ik vind 20 eigenlijk ook wel zat. Dus nu voor de derde keer de 20 kilometer. En je zegt voor de derde keer, wat zorgt er nou voor dat je al voor de derde keer weer opnieuw meedoet? Ja, eigenlijk omdat ik met mijn vader en mijn schoonvader loop en het is gewoon heel leuk om met z'n drieën, nou ja, dan toch 4 dagen door te brengen. Zodat we de familie ook nog eens zien. En je zegt 4 dagen met elkaar doorbrengen, waar praat je dan allemaal wel niet over? Nou, ik liep toevallig net te denken, hebben we nou nog gesprekstof voor morgen? Maar ja, op de een of andere manier komt er toch steeds weer wat ter sprake. Dus ja, eigenlijk over van alles. Ja. En heb je een beetje getraind voor deze editie? Had ik moeten doen. En je zegt, had je moeten doen? Heb je spierpijn dan? Voel je ergens last van? Nee, de benen zijn wel moe, maar ik ga straks lekker in bad. Eerst even een biertje halen en dan in bad. En dan morgen kan ik weer. En heb je nog tips voor andere wandelaars? Ja, gewoon meedoen. Dat is vooral. Het is gewoon gezellig. Het laatste stukje net was even killing, dat extra slingertje. Maar gewoon doen. Einde komt er altijd. Hoeveelste keer is het dat je meedoet? De derde keer dat ik nu meedoe. En we doen het met z'n allen de derde keer. En het is hartstikke leuk. En je zegt met z'n allen? Wie zijn ze allen? Mijn moeder, een collega, een goede vriend. En ja, hartstikke leuk. En wat maakt het nou zo gezellig? Waar praten jullie over dan met z'n allen? Ja, er komen gekkigheid in voor, serieuze gesprekken. We praten eigenlijk overal over. En wat zorgt er nou voor dat jullie al voor de derde keer weer meedoen? Wat maakt het nou dat het terugkomen zo leuk is? Ja, je kijkt er eigenlijk al heel het jaar naar uit. Want ja, je bent lekker aan het wandelen, lekker aan het trainen ook met z'n allen. Dus dat is hartstikke leuk. En heb je nog tips voor andere wandelaars? Vooral genieten. En Wim, hoeveel kilometer heb je net gelopen? 30 kilometer. De 30 kilometer, en heb je daar een beetje voor getraind? Half. Ik heb wel 20 kilometer getraind, maar 30 nog niet. En hoe ging het vandaag? Nou, vandaag was het iets zwaarder dan gisteren, maar op zich ging het wel goed. Ik had gelukkig een wandelmaatje, dus dat loopt wel lekker fijn met elkaar op. En een wandelmaatje, waar klets je dan over met elkaar? Over van alles en nog wat. Over hoe het gaat thuis, over van alles. Over het weer, over wat we zien, dus van alles. En hoeveelste editie is het al dat je meedoet aan de Duin en Bollenstreek Vierdaagse? Dit is de tweede editie, dus de tweede keer. En wat zorgt er nou voor dat je voor de tweede keer weer meedoet? Wat maakt het nou zo leuk? De sportieve prestatie die ik lever. Dus gewoon het wandelen op zich is wel leuk. En gewoon door de omgeving die je kent. Vandaag helemaal door Warmond, waar ik ben opgegroeid. Sassenheim, waar ik woon. Voorhout, waar ik veel wandel. Nou, Lisse, waar ik veel wandel. Dus dat is wel leuk om ook bekenden tegen te komen dan. En wat was nou de mooiste locatie die je vandaag hebt gezien? Ja, ben ik toch een beetje bevooroordeeld. Dat is toch Warmond, het Bos van Krant. Dat is toch wel een hele mooie locatie. Heb je nog tips voor andere wandelaars? Gewoon op je eigen tempo lopen, gewoon op je gemak lopen. Niet te veel opjagen door anderen. Gewoon lekker rustig lopen. Je komt er vanzelf.